Wij gaan vanmiddag kleding uitzoeken bij een verhuurbedrijf voor het grote feest van Erika, want die wordt natuurlijk 60 jaar. En dan gaan wij met dat thema, wat was het thema? Charleston. Oh ja, Charleston. Misschien ga ik wel expres, ga ik gewoon een heel ander thema. Omdat ik dan daar rondloop en denk, oh nee, ik vind Dolly Dots veel leuker. Moet je wel doorschuiven, pap? Want de andere kant kan Maxime niet in. Nee, ik stap straks wel in. We gaan nu met mijn nieuwe auto. Ja, ik vind het ook van allemaal, maar ze willen allemaal bij mij in het autootje. Ja. Wat is het hier klein? Ja, dat zei ik. Het is maar klein autootje. Benen maar in je nek. Ja, dat denk ik dan. Kunnen we niet met een andere auto? Ja, nee. Nou zit je. Ik stap het daar. Het is zo klein. Ja, dat had je. Dat zei ik al. Oh, nee, ik vind het leuk. Leuk. Totdat ze natuurlijk met dit ding naar achter gaat. Nou, gassen maar. Pruttel, pruttel, pruttel. Lekker hoor, dit zo. Oh, het is koud. Ja, maar vind het. Ja, en eerst. Een minuut geleden was het nog warm. Oh, het is koud. Kan ik hier mijn voeten doen? Ga weg, moet je. Ik stel mijn tenen. Schakelen. Nee, dat is dat gepruttel. Nee, je zit in drie. Je zit in drie. Ja, ik rij 40. 40 in drie is normaal. Nee, dat is niet goed voor je motormol. Luister, nee, dit is echt. Deze beeft veel meer bij deze drie. Nee, je moet. Wel! Nee, dat is niet in drie op de. Nou, wacht, maar ik ga straks naar z'n twee. En dan denk je, dan hoor je hem namelijk veel erger. Dan hoor je hem te veel. Ik ben benieuwd. Maar dat hoort. Ik zou ook zeggen twee. Ja, toch maar. Oh! Ja, dat is naast. Ik moest naar z'n twee. Nee, maar ja, dat. Ja, nee! Dat kan je niet draaien. Even snel als nee. Jij laat die koppeling niet rustig opkomen. Nee, precies. Jij moet nou toch een keer je gelijk geven aan ons. Nee. Nou, dat gaat ze niet doen, dat hoor je wel. Zo mooi dat oude lijn. Oh. Dit is ook prachtig, die flat. Ja, love it. Zo mooi. Kan het raam dicht? Weer telefoon. Nee, het raam gaat niet dicht. Stil. Dan had ik dus mijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Heb je mijn kamertje vrij? Nou, dat kunt u zien op www.coderosé.nl. Oh, dan ben ik aan het kijken, maar ik zie niks. Ik zie alleen Maxime. Nee, als je op coderosé.nl zit en je klikt op de gewenste datum, dan zie je de beschikbaarheid. Dankjewel, Erika. Oké, dag hoor. Ik zie alleen Maxime, ik sta daar helemaal niet op. Nee, dit is gewoon een grappenmaker. Nou ja, maar ook maar. Heeft ze nog een kamertje vrij? Dat is niet serieus, want dat noemt niet eens een datum. Nee, maar zulke mailtjes krijg ik ook wel eens. Ja. Ja, moet ik dan meteen ophangen? Dat is wel een ander nummer. Nee. Ik doe het goed en zij doet het niet goed, dus dat is haar eigen probleem. Nou, ik wil jou over een paar maanden wel horen of je dan nog zo erover denkt. Nee, dan bellen ze helemaal niet meer. Oh, nee? Oh, nou, geloof mij. Nou, echt wel. Dit is de roze. Heb je nog geen dikpik gehad? Nee, nou, wacht maar. Ja, dan doe ik wel meteen die lied. Oh ja, dan wel. Ja. Straks in Château Meiland. Oh, zo leuk! Oh ja, je lijkt me niet. Ja, je bent het Nico. Welke Nico? Oude Nico. Je vader. Nee. Even een fotootje maken. Ja. Nou, ja. Dat is leuk. Nou, ja, dat is leuk. Oh, maar hij gaat over de thee. Oh. Kijk, pakt hij het ook? Pakt hij, zuigt hij het ook op? Nou, wacht. Ja, kijk. Ja, kijk. Ja. Kijk. Ja. Ja! Het is fantastisch. Nou, het is ongelofelijk. Tot zo. De familie Meiland hoopt vandaag een kekke Charleston-look te scoren voor Erika's 60ste verjaardagsfeest in het altijd gezellige Leiden. Moeten wij rechtdoor? Ja, langs de kerk. En die ging dus uit. Maar die jarige Job wordt nog altijd overspoeld met telefoontjes van grappenmakers die haar nummer hebben gevonden op internet. Goedemiddag. Hallo. Hang je wel goed op? Ja. Nou, duurt het nog lang? Waarom hebben wij die auto niet dichterbij gezet? Maar waarom hebben ze hier ook van die rare stenen? Of als het niet te duur is, koop ik het. Meneer, is het hetzelfde nummer als net? Goedemiddag. Hallo. Hier is het, Mart. Hier. Wel even aanbellen voor toegang. Oh. Dat ging heel snel door. Hallo. Goedemiddag. Daar ben ik weer. Nee, joh, je staat op de verder. Ja, joh, eten verder. Wij kijken wel even.
Madonna. Ja, maar zal ik als sportschop gaan? Ja, de deur gaat nee. Staan, lekker warm. Ja. Oh, ja. Hé, hey, maar zo in heb jij thuis, mam. Oh. Nee. Ga ik met jezelf beginnen. Weet ik niet. Mag dat ding op stil? Ja, ik zal het op stil zetten. Dit kan niet. Nee. Oh ja, dit. Oh, ja. Kijk. Hoe lang valt dat dan? Oh ja. Op de knie en dan oranje. Handschoenen toch? Ja, lange handschoenen. Oh, ja, lange dit is wel leuk. Hey, dit is te kort, dan sta ik in mijn thong. Nee hoor. Door mijn zwangerschap ben ik in die HEMA onderbroeken blijven hangen. Wat zei Leroy nou laat? Die zei ja, waar hadden we het nou over? Ja, hij zei in ieder geval, als jij ooit doodgaat, dan kan ik jou, jouw body is al weg, dan kan ik jou herkennen aan die onderbroek. Okay. Oh, die past ook helemaal bij de zaal. Ja, maar die is rood. Ja, dat dit is roze. En waar heb jij het voor mij hangen? Waar is het voor mij? Hierboven, maar ook hier. Die is dus driedelig. Ja, met een vest. Ja, maar dit is wel een beetje maffia. Ja, een beetje. Ja, de gangster. Ja. Maar je hebt toch ook... Van die films, van die maffiafilms, spelen zich in de jaren 20. Ja, dat klopt. Waarom heeft mama nou ook zo'n raar onderwerp gekozen? waarom Charles? Omdat waarom het voor de vrouwen gewoon... heel makkelijk is. Rockstar. Kan je het niet veranderen? Hij komt er niet uit. Naar een ander. Nee hoor, wat heb je hier dan? Nou ja, ik voor mannen niet echt kijk. Nee, maar je moet een giletje doen met een witte overhemd. Ja. En dan een leuke pluvoor of een andere geruite broek of zo eronder. Ik vind voor de dames Charles een enig. Dat is hartstikke leuk, want je kan je dan helemaal opdoffen met een jurk, met handschoenen, met parel, snoerkettingen, haar, een band erin, een veer erop, een lange sigaret. Oh, ze hebben wat voor mij, wacht. Oh, dus voor hem is dat, kijk dit, en dan nog zo'n broek. Ja, dat is ook leuk. En dan een wit overhemd. Zo'n bollige broek. En dit zijn allemaal van die... Ja, de maat, ja. Dat is een pluvoor. Echt ouwe. Een drollenvanger. Ja. Oh, maar die vind ik leuker. Doe die maar weg met die... Ja, dit is leuk, dat oranje. Oh, wow, ja. Zij heeft die heb ik uitgekozen. Oh, ja. Wat? Ik weet het niet. Ja, ik vind het leuk. Nee. Waarom niet? Nee, dit is vreselijk. Dit is nee, gewoon... Nee, dat is niet waar. Dit is... Ze gaat het opleuken. Er komt nog een ketting. Ik vind het enig. Die vrouw maakt en dat in de iets met een veertje of zo. Met sliertjes. Dit, ja. Kijk, dit. Dit is Charles. Ik ga voor deze met die heel veel sliertjes. Waarom ben je nou zo negatief? Leuk hoor, Max. Dit is toch waanzinnig? Met een zeemeer in. Is het wat? Nee. Kijk, oud en dik. Wie is oud en dik? Nee, oud en dik. Nou, dan, je hebt toch nog een paar maanden voordat het is? Dan duurt het een paar kilo af. Oh ja, dat is ook leuk. Ik wil ook zo'n sigaret op zo'n stokje. Oh, maar die vind ik wel heel leuk. Met dat roze. Oh ja. Oh ja, gaat als zwieber. Nee, als Siska de Rals. Oh. Ja. Maar dat is toch helemaal thema niet? Nee, het is toch Blackie Blinders. Ja, maar je moet Blackie Blinders. Jij moet zo'n petten aan wat ik ook heb. Nee, petten doe ik niet aan, want ik heb prachtig haar. Ik ga niet mijn haar verstoppen onder een pet. Ik moet straks naar de kapper, want het is helemaal... Of vind je dit leuker, dat je dit aandoet? Als schoofie, of hoe heet die? Weet je hoe warm dat is? Nou, inderdaad, dat maakt het helemaal af, dat dingetje op je hoofd en die handschoentjes. Ik wil alleen nog heel graag zo'n stokje, want ik rook zelf niet. Dus ik ga de hele avond daar zo... En dan doe ik het ook weer lekker verkeerd natuurlijk. En zo'n waaier. Oh, dan ben ik het zat. Dit is inderdaad eigenlijk... Maar dit is wel leuk lang met je touw. Nou, ik ben klaar. Hoe vind je het? Oh ja, en dan doe jij dus een witte blouse eronder. Een witte blouse en dan een... Of een wit polootje, want het is anders veel te warm. Ja, maar ik vind het vissies. Ja, maar dat is de stijl. Oh, zijn nee, dit is vreselijk. Dit is werkelijk... Jij zegt dit is stom. Nee, het is niet. Nee. Maar luister. Ik vind van haar het mooist. Dit is Charleston. Ja, dit is Charleston. Dit ik is het dood ongelukkig in dit ding. Ja, een gilet, dit is niks. Dit. Maar luister, als ik jou zo zie... Ja. Maar mama moet het even zien. Dit staat jou zo knijtergoed. Oh. Ja, jij moet echt anders gaan switchen met kleding. Jij hebt zo een man. Als je zo naar buiten loopt in die kleding... Ja, bang, bang. Petje echt om. Hoor. Bang. Ja, dat is ook leuk. Oh, jemig. Ze gaat heel erg verkoord. Ik vind het wel leuk, hoor. Ja, even een mut voor jou. Ja,
Ja, leuk. Ja. Nou, kijk even in de spiegel. Kijk even in de spiegel. Oh ja, je lijkt wel Nico. Ja, je bent het Nico. Welke Nico? Oude Nico. Je vader. Nee. Even een fotootje maken, wat dan weten we wat we aan hebben. Ja, nou, ja. Dat is leuk. Nou, dat nee. is leuk. Goed feest. Ja, dank u wel. Dag. Nou, het was enig. Ja, heel leuk.